Het zou kunnen dat ik vandaag verslagen word. Hij heeft van die kinderarmpjes, dus hij kan niet echt prikken, weet je toch? En ik heb echt volwassen mannenarmen. Hola chamos en chamitas, welkom bij een nieuwe aflevering van Beter Dan De Rest. Het programma waarin ik eigenlijk niet eens meer hoef uit te leggen wat we gaan doen en wie er gaat winnen. Ik heb een klein beetje slecht geslapen sinds de geboorte van mijn kleine zoontje. Hij houdt mij wakker in de nacht, maar dat maakt niet uit. Ik was onverslagen en vandaag blijf ik ook weer onverslagen, want ik ben beter dan de rest. So let's go. Natuurlijk snappen jullie dat ik dit niet alleen kan doen. Ik heb natuurlijk altijd iemand nodig om van te winnen. En vandaag is dat niemand minder dan mijn grote vriend. Je kijkt niet zo vriendachtig, zeg maar. Ik ben ook niet vriendelijk vandaag. Ik heb toevallig iets hier. Dat heb ik speciaal voor jou, heb ik het teruggezocht even. Je bent een klein, irritant ventje. Klopt. Die denkt dat hij beter is dan iedereen. Klopt. Ik ben beter dan je moeder. Ik ben beter dan de rest. Dat praat ik niet. Ja. Ik vind jou. Maar meen je dit? Meen je dit? Yo, je skipt een klein stukje, maar. Maar ik meen elk woord wat ik heb gezegd. Je meent dit gewoon uit je hart. Uit mijn hart. Maar we zijn toch matties, of niet? Het maakt niet uit. Gewoon voor, ik doe dit voor mij, ik doe dit voor Supergana, want Kio heeft het niet goed gedaan de vorige keer. Okay. Ik doe dit voor Nederland. Wat gaan we doen? We gaan vandaag schermen. Zorro-style. Ik denk dat jij wat goed te maken hebt. En sinds je nu zegt dat QC eigenlijk de persoon is die het verpest heeft, dit zei je Mattie, zei QC. Oh, je hebt het over beter dan je moeder. Toen was het gelijk stand, bro. Ik heb niet verloren. Jij hebt ook niet gewonnen. Je hebt niet gewonnen. Maar jij hebt ook niet gewonnen. In principe wel. Nee! Tuurlijk wel. Nee, het stond gelijk. Ja, maar eigenlijk had ik gewonnen. In ieder geval, ga je het vandaag laten werken of niet? Ja. Zeker? Ja. Ik wil niet te veel praten, ik wil het gewoon doen, man. Beter bescherm je gezicht straks. Jij bent teringer. Dit heb je geoefend. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Jelle. Hi. Nessim. Dag Nessim. Nou, vertel het eens, Jelle. We gaan vanmiddag schermen. Ja. Heb je dat ooit eerder gedaan? Nooit gedaan. Nee. Altijd gewild. Ik heb spullen meegenomen. Zo dadelijk gaan jullie omkleden. Dan gaan we aan de training beginnen. Gaan we wat oefeningen doen. Oké. Okay. En als we dat achter de rug hebben, dan gaan we naar buiten. En dan gaan we een wedstrijd aan. We moeten ook zo'n face-off doen, zeg maar, zoals... Of doen ze dat niet bij borstkassen tegen elkaar? Nee, dat doen wij niet. Nee. Gaan we omkleden? Ja, dan gaan we aan de slag. Let's go, man. Ik wil de kleinste natuurlijk. Die denk ik. Oké, maar dit is alles wat je moet hebben? Gewoon een jasje handschoen. En een... En een helm. Dit is wel designer, man, bro. Zeg eerlijk, man. Althans, je zou niet zo in de stad lopen met een ding tussen mijn reet. Dit is, ja... Het beschermt denk ik iets. Ja, wij komen Madonna. Weet je, met die wand te zien zo. Maar ik vind eigenlijk dat je gewoon op een kok lijkt zo. Eigenlijk. Een kok? Ja man, een Madonna kok. Ik zelf kan dit in principe niet, maar ik weet dat Keizer het ook niet kan. Ik denk dat ik wel voordeel heb. Hij heeft van die kinderarmpjes, dus hij kan niet echt prikken, weet je toch? En ik heb echt volwassen mannenarmen, gewoon met lengte. Dit zou wel eens mijn eerste verlies kunnen worden, maar ik zou het ook gewoon accepteren, zeg maar. Door lengteverschil. Het bereik, weet je, dat is veel groter van zijn kant. En de conditie natuurlijk is veel beter bij hem. En hij lijkt ook meer op Zorro, dus... Hey heren, fantastisch zien jullie eruit. Ja toch? Ja. Zit het allemaal comfortabel? Dankjewel. Bij mij wel. Bij jou wel? Iets te strak hierachter, maar voor de rest... Van voren. Nee, van voren. Ja. Okay. We gaan zo dadelijk beginnen met oefening 1, dus voetenwerk. Ga even naast elkaar staan, lekker ontspannen. En even zo... Die voorvoet naar voren laten wijzen. Als jullie dus in deze positie staan en je wil naar voren bewegen. Het kan zijn dat je tegenstander natuurlijk net een wat te grote afstand heeft. Dat je het met gewoon strekken van je arm niet redt. En dan maken we een uitval. Die gaat als volgt. Je staat in stelling. Kijk goed naar deze. Dit is hem. Haaks met je enkel. Ja. En waarom? Wanneer je te ver doorbuigt en je mist en je moet achteruit. Dan moet je eerst... Ja. Weer overeind komen. Oh, toen gaat hij sneller. Dus je staat, je prikt, je komt er niet. Juist. En belangrijk is die volgorde. Eerst je arm strekken, dan die uitval. Dan ga je terug met gestrekte arm.
En dan pas trek je hem erin. Ga even staan in stelling. En dan mag Nes er eerst. Je mag gewoon voorzichtig steken. Voorzichtig. Op. Zoals hij nu steekt, is bijna goed. Kom ietsje zakken, ietsje hand zakken. Dat die hand, die onderarm, in het verlengde ligt van zijn schouder. Ja, mooi. We zijn mooi bij mij. Ja. Dan zei dat niet bij jou. Nee, klopt. Doe je nou? Ja? Sta je lekker? Nee. Nee? Oké. Oké, trek. Uitval. En weer terug. Oké, goed zo. De training gaat goed. Gaat relax. Beetje lamme arm. Maar ik kan een beetje schermen nu, denk ik. Ik hoop niet dat het heel veel pijn gaat doen. Want ik denk dat als je gaat steken... Wil jij toch... We komen allemaal van de hoed, we zijn wel een paar keer gestoken, ja, toch? Maar nog niet door zo'n grote zwaard. Even iets afstand, ja. En dan ga je in stelling staan, dus je hebt je wapen in de startpositie. Maak jij de aanval, dus je slaat tegen zijn wapen. Je wacht tot hij terugkomt. Langzaam doet hij dat, ga je er onderdoor. En dan ga je naar zijn lichaam. Ja, kom een beetje hier. Het worden gewoon 4 stappen nodig om mij te raken. Ja, nou ja, dan zet hij er een stapje bij, dat kan. Ja. Ah. Nice. Nice. Okay. Elke keer op een tepel, man. Zoek een plek, man. Ja, je doet dat 3 keer op dezelfde tepel. Teringen. De les bij Keizer gaat een beetje stroef. Hij is ook een beetje op leeftijd, hè. Weet je, zijn muziek is ook een beetje niet van deze tijd. En ik denk dat zijn botten ook niet meer. Dus, ja. Kijk, hij heeft pijn. Zie je dit? Hij heeft last van zijn arm. Het is ouderdom. Kan niet anders. Jij begint met de aanval. Jij pakt hem op. En doet het tegenaan dan. Ik besef dat ik mijn ogen dicht doe. Ik zie het niet eens. Die shit komt elke keer weer, dat het vervelend wordt. Oké. Okay. Zijn jullie er klaar voor? Hij gaat kapot. Hij gaat verliezen. Ik doe dit voor mij. Ik doe dit voor Nederland. Ik doe dit voor Supergaande. Turkije. Voor de wereld. Iedereen verwacht wat van mij. En het is aan mij om het waar te maken. Ik heb altijd vertrouwen in mezelf. Forever. Maar het zou kunnen dat ik vandaag verslagen word. Want hij hoeft niks te doen. Ik heb bij de training al gemerkt dat hij alleen dit hoeft te doen. En hij raakt mij. En als ik hem wil raken, hoef je alleen dit te doen. En ik mis hem. Begrijp je? Ik moet veel meer dingen doen. Ik moet zeker 5 stappen zetten voordat ik hem raak. Ik ben vooral onder de indruk van een zeker fanatisme, van het willen, hè? En de power die ze hebben om toch te willen scoren. En heeft Nessim natuurlijk wel daarbij zijn lengte mee. Aan de andere kant, als ik zie wat zijn opponent daar toch een energie in steekt, zal het best nog wel een zware strijd worden. Goed, heren. Zijn we er klaar voor? Het moment. Degene die als eerste 10 treffers heeft gemaakt, mag in dit geval zich als winnaar betitelen. Ja. Zijn we er klaar voor? Ja. Zeker. Dan wens ik jullie heel veel succes en wijsheid. Dankjewel. Alsjeblieft. Ik wil eigenlijk niet shit zeggen dat je bij jezelf denkt van nou, nu moet ik echt winnen. Want maar anders... ik moet echt winnen. Ja, je tuurlijk. Snapt het niet. Nee, maar je begrijpt het niet. Ik wil je niet ophypen dat je gewoon nog meer... Ik hoef niet opgehyped te worden. Ik ben opgehyped. Dankjewel. Hermes, bent u klaar? Ja. Allee. Halt. Halt. Fuck. Halt. Halt! Zo, die 10 punten lijken koud of ver opeens. Ja, maar ben je niet moe? Ik ben kapot. Halt! Allee. Halt! Parterre is op de grond gestoken, telt niet. Stop, blijf staan. We gaan hier weer verder. Halt! Halt!
Mooi! Mooi doorgezet. Halt. 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 Ah. Halt. Nu moet je aan de bak, vriend. Want anders dan is het afgelopen. Allee. Halt. Het is partij. Tuurlijk. 6-10. Tuurlijk. Je wordt zenuwachtig. Maar ik moet oprecht zeggen, het was moeilijk. Je, zeg maar, je hebt het echt beter gedaan dan ik had verwacht. Want op een of andere manier kwam je er raar tussen. Ik denk, hè, ik sta achter. Ja, maar ja, toen heb je gewonnen door je lengte. De enige die kan winnen van deze gozer. Ja, iedereen komt in dit programma. Niemand. Nassim El Ahmadi. Onthoud die naam. Zie je dit, Keis? Dit is hoe een man met trots kijkt, naar boven. En zie je wat jij doet? Je kijkt naar beneden, want je hebt verloren. Ik zit na te denken over de situatie. Het doet je pijn, hè? Luister, het doet me fucking pijn. Ik ga je gewoon eerlijk zeggen, je hebt het mooi gedaan. Thanks. Het is niet dat ik ga zeggen van, ja, je was echt troep en ik had eigenlijk moeten winnen. Hmm. Maar ik blijf erbij, het was een lengte ding. Ja. Was ik zeg maar een waardige tegenstander? Kijk, je was een waardige tegenstander. De beste tot nu toe. Die jouw meeste... Ik denk, toch? Ik denk dat als wij zeg maar twee professionelen waren, toch? Dan had het gekund dat de kleinere zeg maar kon winnen. Omdat hij dan zeg maar gespecialiseerd is in bepaalde technieken. Ja. Om van langere mensen te winnen. Maar dat ben ik niet. Goed kort verhaal. Begrijp je? Dat ben ik niet. Dus ik moet maar proberen en jou hoeft alleen dit te doen. En dan raak je me al. Ik wil Jelle bedanken van Schermvereniging Vrijbuiters. Dankjewel. Gouda. Ik wil Stay OK in Heemskerk bedanken natuurlijk voor deze prachtige locatie. En ik wil Nassim bedanken. Dat was mijn eer. Voor een leuke dag. Dat is mijn genoegen. En je weet wat ze zeggen, meedoen is belangrijker dan winnen. Niemand zegt dat. Dus bij deze en ik wil jullie bedanken voor het kijken. En vergeet natuurlijk niet om naar de volgende aflevering te kijken als er een volgende aflevering komt. En vergeet natuurlijk niet te liken, subscriben en commenten. En ik wil vooral ook in de comments zien waarom jullie vinden, waarom jullie denken dat Nassim eigenlijk heeft gewonnen. Omdat ik beter ben. Ik ben gewoon benieuwd om dat te lezen. Maar ja, voor de rest... Ik hoop wel dat je de volgende keer gaat winnen. Dan ben ik zeg maar wel de enige in de hele reeks die heeft gewonnen van jou. Als er een volgende aflevering komt. Ik ga dit nog eventjes laten bezinken. Ik zou stoppen als ik jou was, maar goed. Het beste mensen.